Hallo best wel Allianz, ik ben Rieke. Welkom terug op mijn kanaaltje. Ja, ik ben even weg geweest. Ik heb wat leuks gedaan en ik heb het gefilmd voor jullie. Ik hoop jullie veel plezier aan hebben. Ik ben met VWO 6 een uitstapje gemaakt. Ik heb met VWO 6 een uitstapje gemaakt naar Amsterdam voor 2 dagen. En dat heb ik zoveel mogelijk geprobeerd te filmen. En ik ga het soort van zo aanpakken. Ik vertel wat. Wat we gingen doen. En vervolgens laat ik een stukje zien van wat ik heb gefilmd. Ik heb alle clips op de achtergrond aanstaan. Of op de achtergrond heb ik nu gezet, of heb ik nu zeg maar al op mijn computer gezet. Dus ik zal eerst wat vertellen. Dan vervolgens edit ik er een stukje van het filmpje tussen. En dan vervolgens vertel ik weer wat. En zo ga ik dat een beetje doen. Ik vond het wel een handig iets, aangezien ik zeg maar niet in elke opname een introotje heb gedaan van hallo. En de meeste clipjes zijn ongeveer een halve minuut. Dus daar kan je, zeg maar, als je dat achter elkaar knipt, wordt het één gigantische chaos. Dus kan ik het beter even uitleggen. Dus, en mijn bril weerspiegelt nu enorm wat er, zeg maar, op de achtergrond gebeurt. Dat vind ik niet leuk. Even wachten, dat ga ik fixen. Ja, verder dan dit kan ik het dus niet fixen. Maar in ieder geval laat ik gewoon wat gaan vertellen. Dus gisteren was het, ik ga nu even kijken, want ik heb het op mijn telefoon staan. Gisteren was het 6 april. En, we moesten om, hoe laat was het precies? Fuck, het was vroeg. Het was fucking vroeg, oké? Okay? 7 uur volgens mij moest ik daar staan. Maar toen gingen we volgens mij met de bus naar Amsterdam. Het was één fucking chaos. De dag daarvoor kregen we onze examensweaters. Eindexamenklas. Ik heb hem nu in de was gegooid, dus ja. Ik heb hem niet bij me, maar ik heb een fotootje, ik heb wat filmpjes. Iedereen droeg fucking roze en dat was echt geweldig. Dus daar flikker ik nu eventjes een clipje van tussen. Kijk hoeveel mensen. Ja, weet ik. Hey. En Anthony. Hey. Dus ja, zoals je zag, een heleboel mensen in roze. En mensen houden echt van als je ze filmt voor een vlog. Oh, dat vinden ze leuk. Kijk maar naar het enthousiasme van iedereen op de achtergrond, echt. Er zijn er een paar die vinden dat oprecht leuk, dat ik film en YouTube dingen doe. Er zijn er ook een paar die zeggen van, doe het nou niet. Ja, dan heb ik zoiets van, ja fuck dat, het moet gefilmd worden, je weet. Het was een stukje rijden, dat was echt 2 uur, 3 uur rijden of zo volgens mij. En ik zat naast Anthony. En Anthony vond het op een gegeven moment leuk om allemaal auto's op te gaan noemen en te gaan raten. Er zaten twee meiden voor ons en eentje was er van, ja, hey, ga gewoon om de tijd te doden alle auto's raten. En op een gegeven moment, kijk, als je dat nou even doet, oké, okay, maar anderhalf uur. Hij heeft anderhalf uur, heeft hij echt alle automerken opgenoemd. En op een gegeven moment word je een beetje gek van. En daar heb ik nog een clipje van, dus roll it. Oh ja, en daarbij zou ik proberen alles te ondertitelen. Dat is wel zo praktisch. Ja, die hybride is natuurlijk ook wel aardig. Maar dit is een beetje beschadigd, hoor, die jongen. Ik heb het wel zo'n zin. Skoda. Dat spreekt niet zo aan of zo. Hey. Anthony zat legit echt alle automerken van alle auto's op te noemen. Die hij langs zag komen. En dan heb ik zoiets van, nou kerel, doe dat gewoon even niet. Weet je, toen ik 2 jaar was, kon ik al 20 automerken opnoemen. Ja, ik was echt heel goed. Maar, En kijk, de motor. Ja, een motor. Het is een motor. Maar ik hou er dus nog steeds van om altijd als ik op vakantie ga of zo, of op een snelweg zit en er zijn veel auto's, om dan zeg maar die merken te benoemen. Dat vind ik gewoon leuk. Ja, het is ook wel leuk. Maar het is wel heel irritant als je zeg maar al ongeveer een uur aan het doen bent, weet je. Het is wel echt heel erg. Het is wel enigszins confronterend dat ik nou zo mezelf zie praten. Ja, dat is het leven van een vlogger. Nee. Ja, maar ik ben geen vlogger. Ik ben ook geen vlogger. Dat is het erge. Kijk, dit is Nick. Hallo Nick. Hallo Nick. Hoe is het? Mooi. Dus dat. En dat was best irritant. Maar het ding was zeg maar een... ik doe een economieprofiel. En de mensen die een economie-maatschappijprofiel doen, of een cultuurmaatschappijprofiel, gingen naar Amsterdam toe. De economiemensen gingen naar de Nederlandse Bank. En de cultuurmaatschappijmensen gingen naar een concertzaal, als ik het goed herinner. En de natuurkundemensen gingen allemaal naar een museum in Haarlem. Dus we zaten allemaal in aparte bussen. We zijn naar de Nederlandse Bank geweest. Daar heb ik ook nog wat clipjes van. Ik denk dat ik gewoon de eerste erin gooi van dat ik sta te wachten met Corrado. Corrado, die kennen jullie misschien nog van de video
die ik misschien hier zo heel mooi de thumbnail in kan plakken van de Rocket League video. Maar niet van gezicht. Maar nu weten jullie ook wie Corrado is. Maar daar zit hij dus in, dus roll it. Dat is Corrado. We zijn bij Nederlands Bank aangekomen. Gaan rondleiding krijgen. Yes. Oh, vloggie? Vloggie, ja tuurlijk, mijn vloggie. Ik moet even filmen, ik heb geen video's klaar, dus ik moet even filmen. Dus Nederlands Bank. En dan heb ik hier nog een hele mooie foto van. Weer heel veel roze aanval, maar deze keer in de Nederlands Bank dus. Maar uiteindelijk komen we dus uit de Nederlandse bank, gaan we weg. Ik had niet gegeten die ochtend, dus we gingen naar de lunch. Dus ik was ervan snel lopen, want ik heb honger. En als je zeg maar om 6 uur opstaat en je hebt niks wat beter tot 1 uur, half 2, dat is niet echt lekker. Dus dat hebben we daarna gedaan, een stukje gelopen. Ik probeerde nog een poging te doen tot... het filmen van mijn vrienden. Maar niet iedereen vond dat leuk. Dus dat heb ik geprobeerd eruit te halen. Dus ja, daar zal ik nog wat clipjes van inediten. DNB, zijn we klaar? Dan gaan we naar, waar gaan we naar heen? Museumplein, toch? We gaan nu naar het Rijksmuseum. Oh, Museumplein. Ja. Museumplein. Museumplein. Kijk, Nick wil erop. Hey, Nick. Hey, ik heb een trilhand. Ik heb hier ook geen stabiele arm voor. Maar we gaan naar het Museumplein. Griekse lunch. Griekse lunch. Ja. Gaan we Grieks eten of gaan we op zijn Grieks eten? We gaan op zijn Grieks eten. Maar net op dat moment aan de peperkoek, want ik heb nog niet ontbeten. En het is, hoe laat is het nu? Ik heb geen horloge. Hoe laat is het? Het is 1:15. 1:15, fuck. Het is op mijn ontbijt. Fuck, nou we gaan gewoon. Let's go. Ja, tegen een bandaan. Hey, Keizer Pieter. We zitten op Museumplein met heel wat mensen. Oh, je bent aan het filmen? Ik ben aan het filmen, zeker. Hallo. Waarom niet? Ik heb nog een video nodig voor mijn kanaal. Ik denk, ik ga het opnemen. Lijkt me leuk. Man, ze zijn zo lekker enthousiast, hè. Als je wil kijken, als je even goed wil zien hoeveel mensen er zijn, moet je daar zo even. Snel, daar zo in het vliegtuig, snel ja. Filmen. Kijk hoeveel mensen. Als je meer start, krijg je fucking veel views, kom op. Ja, nee, maar ja, er zijn die mensen, 106, 107, zo is het. 106. Ja, dat is best wel veel. Er zijn al 6 mensen die niet meegaan. Ja, zoiets. Ja. Allemaal eer. We zijn ook al bij het roze. Ja. Dat is het beste. Dat is gewoon het beste van de hele reis. Wat? Ja, wel bijna iedereen. We hebben Nick ook geforceerd om zijn trui uit te trekken, dus... Ik heb Nick nog helemaal niet gezien. Nick zit ergens... Ja, Nick staat ergens daar. Nou ja. En dan straks naar het Rijksmuseum. Hebben we daarna wat te doen? Of gaan we daarna gelijk naar de zee, oké? Zonder mijn jas aan. En dan? Ben je lekker stil, denk ik. Om je even aan te doen en om je even uit te doen. Ja, we gaan daarna volgens mij naar de Sterke en dan hebben we avondeten en dan gaan we... Oh, jij staat hier al een tijdje. Weet je hoe lang ben je al? Ik mocht een tijdje gaan staan. Mm-hmm. Nou ja, dus Sterke, of nee, Rijksmuseum Sterke, andere shit, eten en zo en ja, dat soort dingen. Dus ja, na de lunch gingen we naar het Rijksmuseum. Daar hebben we nog wat gefilmd van de nachtwacht. Natuurlijk grootste schilderij waarschijnlijk in het Rijksmuseum. Een foto genomen van het melkbuisje. Die ga ik proberen hier te plakken. Gaaf. Reacties hoor je daarna van ons. Van mij en Corrado. Wat je wil natuurlijk. Je wil overal commentaar op. Want ja, dat is hoe je een vlog maakt. Oh, ik ben zo'n slechte vlogger, maar dat maakt niet uit. Ik ga nog een keer naar Italië, dat ga ik ook filmen. Ik beloof het hierbij. Ik loop nu in het Rijksmuseum. Als je wilt kijken, dan... En daar hangt de nachtwacht. Het is echt ongelooflijk. Hoe erg de aandacht van dat werk gewoon naar daar toegetrokken wordt. Door de omgeving. Het is echt... Wauw. Schitterend. Het is echt unreal. En dit hangt er allemaal omheen. Holy fuck. Ik draai eigenlijk te snel, maar... Echt chic. Met lief. Lul. Wat doe je dat nou? Ah, sorry. Er is ook een zusje. Het zal allemaal worden. Dus ja, we waren naar het Rijksmuseum geweest. Dan denk je van, goh, de ellende zit erop. Nee, we mochten lekker 3 kilometer of 4 kilometer lopen naar de Stay OK waar we verbleven.
50 minuten lopen nadat je al een dag lang hebt gelopen. Ik was kapot en Nick en ik zaten op een trapje en dit was ongeveer wat eruit rolde. Onze depressie in één klein filmpje samengevat. Echt, what the fuck. Ja, hallo, zijn we weer. Ja, het was echt, we hebben echt een kilometer of 4 gelopen, 2 uur lang. We zijn aangekomen bij de Stay OK, waar we blijven. Eerste impressie? Wat vind je ervan? Wow, het ziet er best wel aardig uit, hè? Ja, het mag. Het is heel anders dan Anthony zei, want Anthony die zei dat hij 10 jaar geleden is geweest. Dat klopt dus geen reet. Ja, dat klopt dus geen reet. Dat het er heel anders uitziet. Ik heb een koekje, ik heb echt honger en hoofdpijn. Ik voel me misselijk niet lekker. Maar ja, het ziet er best wel prima uit. We gaan niet klagen. Zullen we lekker eten? Ja, we gaan zo lekker eten. Hoe laat gaan we eten? 6 uur of 7. Ja, maar goed dat ik mijn sultan nog heb. En ja, na dat lekkere sultanetje genuttigd te hebben en nog wat dat was voor het eten. Maar in ieder geval, het sultanetje, zijn we naar binnen gegaan, spullen uitgepakt, heb ik ook nog een stukje van gefilmd. En het was best wel een goede kamer eigenlijk. Ik had best wel wat... Ik ben in het tweede of in het derde jaar naar Windmill Hill geweest in Engeland. En dat was echt slecht. Oh, wat erg. Dat was echt... Het eten was niet te kranen. De huisjes waren best wel... Ja, oké, ze waren decent, maar dat verwacht je wel van een verblijfplaats. Maar ja, nee, dat was echt matig. Maar dit was echt wel een goede kamer. We hadden 3 stapelbedden. Zoals je straks zult zien. Ik sliep onder, want ja, als ik boven moet, dat maakt zo teringherrie. En ik moet de nacht bij zondag wel eens naar de wc. Dus ik heb gewoon het onderste bed geclaimd en Allah. En daarna gingen we eten. En... Daarna stond er een nachtprogramma op de planning. Maar daarover straks meer. Eerst filmpje. What? Oké, we zijn in de Stay OK aangekomen. Zoals je ziet, we hebben onze spullen gewoon even lekker aardig uitgepakt hier. Zo, ik heb een pasje waarmee ik straks weer naar binnen kan en buiten gaan. We gaan zo eten. Zoals je kan zien, dit is onze kamer. We hebben een prachtig uitzicht. Het is het beste uitzicht van de kamer, zeiden ze. Maar oké. Voor de rest, ja, bedden en gewoon een beetje slapen hier zo. En uiteindelijk zat hem misschien, ik weet het niet. Ik heb nogal last van mijn hoofd en buikpijn en zo. Het is een vermoeiende dag, jongens. Ik weet niet wat ik ga doen, maar we kunnen op eigenlijk gelegenheid beslissen. Dus misschien wel. Tot later. Dus ja, daarna hadden we gegeten en ik had koolpijn al, jongen. Maar ja, ik moest natuurlijk om 6 uur uit. 6:10. Dus je bent moe. Je hebt geen ontbijt meegenomen, want ik had geen ontbijt meegenomen. Dus je hebt honger. Je hebt een pilletje genomen, maar het hielp niet. Het was warm. Je loopt helemaal met een tas te zeulen en ik kon het gewoon niet handelen. Dus ik dacht van, oké, dan maar even niet een keer stappen. Anders kan ik morgen niet uit mijn bed komen en dat zou echt heel kut zijn. Dus ik denk, ik skip vandaag gewoon, vanavond gewoon. Ik ga even een uurtje slapen en dan hoop ik dat mijn koppijn gestild is. Dus dat is gebeurd. Uiteindelijk was van mijn hoofdpijn af. Gelukkig kwamen ze terug, gingen ze beneden nog wat drinken. Dus daar ben ik nog wel even naar mee geweest. Maar ja, het is heel vervelend. Ik baalde er echt van. Want ik had best nog graag een keer naar Amsterdam de stad gewild. Want ik ga niet helemaal nooit naar Amsterdam. Dus ja, dan is het zo van... Dat had ik wel graag willen doen. Maar dat ging helaas niet. Dus ja, dit is wat er van over is gebleven. Ik weet het zelf al niet meer. Want ja, ik had hoofdpijn. En hoofdpijn is een excuus om alles te vergeten. Hallo iedereen, ik zit op dit moment in de youth hostel of in de jeugdherberg. Het is op dit moment, ik zal even kijken, 9:50 en ik heb helaas de dag niet af kunnen maken zoals ik had gewild. Iedereen is op dit moment stappen in de stad en ik kan niet mee, want ik heb enorme koppijn, jongen, echt. Dus ik neem het even op, ik baalde echt wel een beetje van, want ik had natuurlijk wel graag meegewild naar Amsterdam, een of andere gare karaokebar. Maar ja, helaas kan dat dus niet. Dus ik zit er een beetje in mijn hoofdpijn weg te spelen. In de jeugdherberg, ik hoop uiteindelijk dat het weggaat. Helaas kan ik dus niet mee. Maar hey, morgen is er weer een dag. Gelukkig ga ik dat wel filmen, hoop ik. Dus dan zie ik jullie morgenochtend weer. Dus ja, volgende ochtend en ik was eindelijk een beetje fit en ik had geen hoofdpijn meer. Dus weet je wat we gingen doen? Dan ging ik lekker om 6:45 uit bed. Want ja, dat is wat je op een fucking zaterdagochtend doet natuurlijk. Nee, maar het was zo vroeg. Dat was vroeg. En je gaat natuurlijk niet al te vroeg slapen, want ja, het is een soort van schoolreis. Dus ja, ik kwam een soort van half als een kikker uit bed. Zoals je dat waarschijnlijk hoort aan mijn stem in het volgende filmpje. Het is fucking 6:45, man.
Nee, het is eigenlijk niet meer 6:45, maar het is vroeg. Nee, het is nog ongeveer 7:00 of zo, hè? Ja, het is ongeveer 7:00, maar het is vroeg. Het is zaterdag. Oh, mijn leven. Ik kan hier niet tegen, weet je. Waar is hier aan het opnemen? Ik ben aan het opnemen, maar ja, ik moet een soort van gesprek voeren met jullie nu verplicht. Anders heb ik niks om op te nemen. Hé, hey, jullie zijn hartstikke. Maar die zie je ook niet, want het is te donker. Mijn belichting, help. Ja, maar weet je, hoe het is wel. Oh man, huil. Zullen we zorgen dat we om 7:00 beneden staan? Dat wordt struggle, want dat heb ik gaan eten. Dan heb je nog 5 minuten. Ik klink echt als fucking kikker. Dus ja, nadat we uiteindelijk uit bed zijn gekomen en helder ontbeten, moesten we snel haasten, want we moesten gaan steppen. Dus ik heb nog even snel wat opgenomen in de Stay OK voordat we weggingen. Dus dat laat ik even zien en dan vertel ik ons verhaal over steppen en dat was gewoon geweldig. Hallo iedereen. Het is iets later dan eerst. Ik ben semi-wakker. Het is tijd om de Stay OK te verlaten. Ik heb net ontbeten, ik moet het dan nog even poetsen en anders helemaal goed. En dan gaan we weer verder met de dag. We gaan naar het Koninklijk Paleis en we gaan nog steppen. Waarschijnlijk zie je nog wat andere gezichten voorbij komen vandaag. Maar ja, dat is ongeveer het plan. En daarna gaan we terug met de trein. Dat gaat ook nog een heel interessante rit worden. Ik ben beter dan gisteren. Ik heb wel enorme ballen, jongen. Maar ja, ik zit in Amsterdam, dus dat mag. Man, ik heb een humor in de ochtend. Corrado, help me. Maar ja, dat gaan we ongeveer doen en dan heb ik jullie later weer te zien. Dus nadat we uit de Stay OK waren gegaan, liepen we ergens heen. Nee, we gingen met de bus. We gingen met fucking 106 mensen met een roze sweater in Amsterdam met een bus van het openbaar vervoer. Dat is een ervaring, ik zeg het je. Ik vraag me echt af wat die mensen denken. Ik heb echt te vaak in deze dagen gehoord, gay pride. Om onze groep te refereren. Maar dat maakt niet uit. Ik vond het wel grappig. Maar in ieder geval, we gingen dus steppen door Amsterdam heen. En dat was echt geweldig. Ik had een step in de bloem. Dat is leuk. Het was. In eerste instantie had ik echt zoiets van: we gaan steppen. Welke Mongool gaat er nou weer in de 6e klas een step uitje plannen? Voor fucking anderhalf uur. Maar achteraf gezien was het nog best wel lachen. Want die vrouw die kon het best wel gezellig brengen. Een beetje dingen vertellen natuurlijk die. Over Amsterdam en zo. En dat was echt gaaf. Ik zou het wel aanraden. Ik weet alleen niet van welk bedrijf het is. Want het is allemaal door school geregeld en zo. Dus ja. Ik weet het niet. Maar het was echt heel erg leuk. Ik zou nog wel een keer willen steppen. In Amsterdam. Dat is gewoon grappig. Als je daar gewoon met een groep. Met allemaal mensen. Met roze sweaters. Zo door alle Amsterdamse steegjes. Of kleine steegjes gaat rijden. Is fucking geweldig. Dus. Vulpu. Hij zei dat ik ook al moet verwachten. Ja, nee, maar. Goeie. Ja, was... Maar. We zijn hier allemaal op steppen. We zijn allemaal steppen. Steppen. Ja, een beetje. Echt? Lekker geel. Jij hebt een gele step, ik niet. Ik heb wel een hele mooie bloem. Oh nee, maar. Maar we zijn hier met heel veel mensen die gaan steppen. Dan gaan we daar nog even ergens anders heen. Fuck nice. En na onze steptocht gingen wij door met een hele leuke trip door het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Op de Dam. Want ik ben een retard en ik weet niet waar de Dam ligt. En ik weet niet dat ik erop zit op het moment. Dat was stom. Nadat we uit het paleis kwamen, dat vertel ik straks nog wel eventjes, maar dat was echt fucking stupid. Maar oké. Ik stond er zo met Corrado een beetje te wachten. Maar toen op een gegeven moment begon die man te praten. Dus toen had ik zoiets van, ik zet wel even snel mijn film uit. Dus mijn verhaal een beetje kort gekapt. Helaas. Maar dat maakt niet uit. Het was best wel leuk. De gidsen waren best wel interessant. Er zit heel veel middeleeuwse kunst en oudheid zit er echt verwerkt in die in dat paleis. Dus ja, ik doe natuurlijk kunstbeelden, dus ik weet daar wel wat van. En ik vond het best wel interessant. Ik mocht niet klagen. Laat ik het gewoon laten zien. Hey Jamil, kom erbij. We komen net van steppen af, wat vonden we ervan? Toch wel echt flink sappen. Ik vond wel grappig eigenlijk. Toch wel echt flink sappen. Zeker. Mag ook een zo. Natuurlijk. Kijk. Ik vond het toch wel echt flink sappen. Ja? Toch wel echt flink sappen. Wat
Oké. Ja. Wat vonden we ervan? Leuk. Staat nu het Koningshuis. Koninklijk Paleis Amsterdam. Duur. Tot straks. Dus ja, na ons avontuur in het Koninklijk Paleis nog even snel wat beelden geschoten van het schitterende Damplein. Met al zijn steden en Jannes zijn vingers, omdat hij dacht dat dit grappig was. Maar ja, dat. En toen vervolgens gingen we nog wat eten. En probeerde ik 3 keer nog wat op te nemen. Zo van, we zijn terug en we zijn uit het paleis. En toen vergat ik dat we op de Dam zaten. Don't blame me. Ik vergat ook dat het Koninklijk Paleis het paleis op de Dam was. Ik ben echt een retard, ik weet het, sla me. Maar dat maakt niet uit. Toen hebben we nog even ontbeten, geluncht. En toen zijn we uiteindelijk langzamerhand maar teruggegaan naar het station. En zijn we met de trein teruggereden naar Middelburg. En zodoende zijn we teruggekomen in Middelburg. Daarvan hebben we nog een aantal clipjes, die ga ik jullie nu laten zien. Dus we zitten hier op de Dam. We zijn hier ongeveer een kwartiertje geleden het Koninklijk Paleis gekomen achter mij. En nu zitten we te wachten op eten. En dan gaan we naar de trein. En dan gaan we terug. Waarom staat er een politiebus? Zo gevaarlijk is dit toch niet? Ja, je hebt een constante terreurdreiging. Van wie? Ja, van terroristen. Oh, dat van jou. Zou zo maar kunnen. Denk dat de Stasi daar maar niet wachten. Maar ja, ze wachten dus op eten. En dan hebben we nu nog een afsluiting van Enriek van het verleden. Dus Enriek, onze verslaggever op dit moment op plaats Delict, komt nu even in beeld. Dus die gaat de afsluiting doen. Hallo iedereen, ik zit er aan ijsje. De trip is voorbij. Ik ben kapot, maar ik heb wel enorm veel naar mijn zin gehad. Maar ik bedank jullie allemaal voor het kijken van deze trip. Vlogachtige video. Like, abonneer, reageer en deel met je vrienden. Hoop jullie volgende keer weer terug te zien bij een aflevering van... Dat weet ik eigenlijk niet. Dit is niet echt een aflevering. Maar in ieder geval, dan hoop ik je volgende keer weer terug te zien. Want ik ga waarschijnlijk, ik ga binnenkort ook nog naar Italië. En dat wil ik ook filmen. Dus keep that in mind. Ik ga mijn best doen om dat te filmen. Tot nu toe ga ik gewoon lekker mijn ijsje opeten. Maar dan hoop ik je volgende keer weer terug te zien. See you!